Ik wil het even ergens met jullie over hebben. Ik ga jullie nu echt iets heel vets laten zien. Welkom bij een nieuwe video. Voor degene die nog nooit is opgevallen, een van mijn grootste passies is muziek. Ik speel graag muziek, ik ben geen Jimi Hendrix. Maar ik hou wel heel erg van muziekinstrumenten en vooral als ze er zijn. Nou, zoals jullie weten, Rachel doet dus interieur. Ik heb altijd gezegd, ik wil één interieur must have en dat is mijn dingetje. Gitaren, hoeft niet allemaal, maar in ieder geval twee of drie gitaren moeten sowieso te pakken zijn als je gewoon in je leef areaatje bent. Ik krijg nog steeds mijn zin, dus dat is perfect. Ik wil het even ergens met jullie over hebben. En dat is namelijk muzikale opvoeding. Muzikale opvoeding betekent voor mij een ras dat dus het openstaan voor het gevoel wat je kan krijgen van muziek. Genre doet er niet toe, maar het gevoel en de emotie die je kan hebben met muziek, dat een hele fijne emotie is. En dat je dat, het kan helen, het kan je meer de put in trekken, het kan je energie geven, het kan je klaarmaken voor een avondje uit. Het kan, denk er maar zelf over na hoeveel muziek voor je kan doen. Muzikale opvoeding vind ik mega belangrijk. Maar er werd geen muziek gemaakt bij ons thuis. Er werd geen... Mijn ouders spelen allebei geen instrument. Mijn vader heeft het vroeger een keer geprobeerd. Hij is volgens mij na les 3 weggestuurd omdat hij zijn gitaar niet kon stemmen. No offense, pa. Maar ik heb dat gewoon vroeger nooit gehad. En ik vind het heel jammer, want ik heb het op latere leeftijd eigenlijk pas ontdekt. Ik vind het maken van muziek gewoon zo geweldig. En ik wil absoluut niet gaan pushen bij Pip, maar wij merken gewoon nu al, hè, Pip zit nu op dansles en dat is ook gewoon heel spelenderwijs gezellig met muziek omgaan en ritme leren en we zien gewoon dat het al effect heeft bij Pip. Ja, ik vind dat Ras en ik dat nu goed doen. Voordat deze video verder gaat, wil ik jullie iets leren, bijbrengen, vertellen, vragen. Een beetje perspectief bieden. Ik vind het namelijk wel belangrijk dat jullie dat weten. Ik maak deze video in samenwerking met Tweetbeats. Op het moment dat ik dit, wat ik net zei, zeg, schieten er een aantal mensen die deze video's kijken in de stress. Hashtag spon, weet ik het al wat er in de comments wel eens geroepen wordt. Jullie moeten begrijpen, Ras en ik, dit is ons werk. Wij delen ons leven. En dat doen we heel graag en dat vinden we super leuk om te doen en mooie content te maken. Maar we moeten ook centjes verdienen. En Ras en ik zijn er super, super, super trots op dat tot nu toe we eigenlijk altijd samenwerking doen waar we gewoon kei trots op zijn. En wat is er niet beter aan het feit dat, wat ik jullie zo ga laten zien, de Tweetbeats, is gewoon een awesome speelgoed. Het past bij mij, het heeft met muziek te maken, ik vind het zelfs leuk om ermee te spelen en het is voor Pip. Ik help dat bedrijf, zij helpen mij en duizenden andere mensen zien een product waar ik dan aan bijdraag. Dat is toch super cool. Ik wilde dat gewoon even vertellen aan jullie voordat ik deze video verder ga. Ik ga jullie nu echt iets heel vets laten zien. The product. Dus, we hebben hier de band. Dus de band. We hebben in de band namelijk 4 leden. De drummer. We hebben de bassist. We hebben iemand die zingt. En we hebben iemand die een melodie doet. Al deze dingetjes, als je hier een van die eitjes, poppetjes, vogeltjes op zet, heeft ieder vogeltje zijn eigen stijl, zijn eigen stilootje. Kijk, deze is een smoking. Oh, deze is een smoking. Die is wat klassieker. We hebben een soort girl band-achtig dingetje. We hebben uiteraard een hip-hopper. We hebben de reggaeton, kortom, kortom. Anyways, let op.
trek speelgoed. Ja, klink ik echt, oh, hij is een oude zak, dat ben ik helemaal niet. Maar dit soort speelgoed hadden we toch vroeger niet. Dit is toch helemaal te gek. Het gaat op ritme. Je hoeft er niets voor te kunnen om gewoon hele vette muziekjes te maken. Alle dingetjes zijn verschillend. Dus als je een vogeltje op groen zet, heeft hij zijn eigen geluidje. Maar als je weer op een ander en een ander vogeltje ook weer op groen zet, heeft hij ook weer zijn eigen geluidje. Ja, sorry hoor, maar dan heb je mij echt tuk. Super vet cadeau. Als je met muziek hebt van kids, dan soms krankjorum van de geluidjes. Maar dat is hier helemaal niet, omdat het elke keer een ander liedje is. Dus het blijft gewoon, hey, ineens heeft je dochter of zoon een fucking vet nummer gemaakt. Dus ik aangenaam verrast. Ik wou dat ik dit speelgoed vroeger had. Dat had ik niet. Ik had andere dingen. Ja, dus hierna nog even, ik heb met Pip toen we dit uitgepakt hadden. Hierna ziet is dus Pip die het voor de allereerste seconde beet houdt. Om te laten zien, Pip is 2,5, dat echt iedereen ermee kan spelen. Zelfs ik, maar ook Pip. Openmaken. Zullen we de grote eerst openmaken? Nee. Daar zit de boom in. Laat staan. Misschien kan ik nog een klein duetje doen met een van de tweetbeatjes. Ik ga eens even kijken of dat bij de mogelijkheden behoort. Ik weet niet of zij natuurlijk te boeken zijn. Ik heb net management gesproken, maar ah, lastig weet je. Die, vooral die ene met dat hip-hop, die hip-hop vogel. Die heeft echt een rider met alleen maar blauwe M&M's en Grey Goose vodka, weet ik dan wat. Dus dat ga ik niet redden, maar misschien een duetje met iemand anders die wat toegankelijker is. Welkom, hartelijk applaus. Welkom on stage bij Awesome Daddy Hawk's Concert, The Tweet Beats. Zoals ik al zei, ik ben nog geen Jimi Hendrix. Meespelen met andere muziek is al een beetje moeilijk. Oké, houdoe! Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden, jongens. En het was echt geen wijzend vingertje naar vervelende comments. Ik hoop alleen dat jullie begrijpen dat dit ons werk is ook. En dat we trots zijn op het feit dat we samenwerking aangaan met bedrijven waar we achter staan. En wat wij het waard vinden om te delen. Ik hoop gewoon dat heel veel mensen dit speelgoed kopen, omdat het gewoon te gek speelgoed is. Het ligt overigens volgens mij in alle speelgoedwinkels, intertoysbol.com. Noem het allemaal op. Super leuk cadeau. Ik link het ook wel even in de omschrijving, is misschien wel handig. Doei!